Ik ga voor jou de meest verleidelijke taart ooit maken. En dat is een enorm lekkere dripcake. Deze taart zal druipen van het chocola. En zodra je hier een hap van neemt, dan weet je, die is stout. Ik heb hier al de bloem, suiker, de bakpoeder en de zout in zitten. Ik doe nu de boter erbij. En hierna gaat dan de karnemel er nog doorheen. En dan maken we een mooi smerig beslag van. De vanille erbij. 4 eitjes. En dan flink luchtig kloppen. Gewoon met de hand. Want een echte vent, die doet dat gewoon zonder machine. En zo klaar. Nu gaan we het beslag verdelen over de bakblikken. Deze gaan een half uurtje de oven in. En daarna heb je de meest smeuïge, lekkere zoete cake. Tijd voor de botercrème. Duivels lekkere botercrème. Vermengen de poedersuiker en de boter. En dan komt er ook nog wat melk bij en vanille-extract. En dan kloppen, kloppen, kloppen. Die is klaar. Cakelagen zijn afgekoeld. Wel even het bakpapiertje eraf halen, want het eet niet zo lekker. Ik ga beginnen met het stapelen. Dan doe ik er wat botercrème op. En dan mag je zoveel doen als je wil. Ik doe lekker veel. Klaar voor de tweede. En dit doe je gewoon een paar keer. En smeren maar. Die is klaar. Gaan de koelkast in. Zo. Die is lekker opgestegen. En nu kan de rest van de botercrème erop. Net zoals daarnet, veel besmeren. Strijk hem even goed glad. Zo. En nu de disco dip. Nu gaat hij de koelkast weer even in. En dan nu de ganache. Eigenlijk een duur woord voor chocoladesaus. Nou, dat ziet er goed uit, toch? En de ganache gaat erop. En voor de druppels ga ik een beetje vals spelen. Gecontroleerde chaos, noem het maar. En dan doen we popcorn. Gepofte rijst. En oranje spikkels. Zo, deze caloriebom, daar ga ik de hele zondag van genieten. En ik ben benieuwd wat jullie ervan bakken.